Hoi, ik ben Jolien van Schatteiland en in deze filmpjes vertel ik je wat je altijd al wilde weten over de ondernemingsraad. En dit keer vertel ik jullie hoe je de verkiezing van de OR organiseert. Nou, een belangrijke taak van de zittende ondernemingsraad is het organiseren van de verkiezingen. Hiermee bepaal je de toekomst van de medezeggenschap in jouw organisatie, althans voor de komende jaren. En toch start niet iedere OR enthousiast met de verkiezingen omdat er te weinig kandidaten zijn en er ook niet zoveel te kiezen valt. Maar is dat wel zo? Nou, graag geef ik je mijn tips voor een succesvolle verkiezing van de ondernemingsraad. Tip 1. Houd je aan de regels. Nou, de eerste tip is wat saai, maar wel belangrijk. Je kunt als OR niet naar eigen goeddunken de verkiezingen organiseren of niet organiseren. De belangrijkste regels voor verkiezing van de ondernemingsraad staan in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de WOR. En daarnaast heeft de OR met zijn eigen reglement, als het goed is, een soort spoorboekje gemaakt voor de verkiezingen. En in het reglement moeten regels staan over de kandidaatstelling, de organisatie van de verkiezing en van de vaststelling van de uitslag. Als je start met een geheel nieuwe OR, dan kan je ook gebruik maken van het voorbeeldreglement van de SER. De modelreglementen vind je daar in verschillende soorten. Voor een personenstelsel, voor een lijnenstelsel, etc. En de WOR geeft geen termijnen voor het organiseren van de verkiezingen. De SER gaat uit van een periode van 13 weken. En veel ondernemingsraden denken dat deze termijnen verplicht zijn, maar dat is niet zo. Je kunt hier gewoon van afwijken als je dat wilt. En van het eigen reglement afwijken, dat mag niet. Tip 2. Benader potentieel geïnteresseerden informeel. Sommige OR-leden gaan er ten onrechte van uit dat er te weinig kandidaten zijn en stellen zichzelf daarom maar weer verkiesbaar. Maar het loont om informeel kandidaten te werven. Ieder OR-lid kent wel iemand die de OR met meer dan gemiddelde belangstelling volgt. Soms zijn dat de medewerkers die vragen waar de OR mee bezig is. En soms zijn dat ook de mensen die kritiek hebben op de organisatie of de OR. Nou, leg uit wat de OR doet, wat de OR kan bereiken en dat je tijd krijgt voor OR-werk en dat je in de OR ook competenties kunt ontwikkelen. Nou, een ander voordeel van direct werven is dat je meer invloed krijgt op de toekomstige samenstelling van de OR. Als je niet actief werft, dan moet je maar afwachten wie zich kandidaat stelt. Tip 3. Zorg ervoor dat er wat te kiezen valt. Om ervoor te zorgen dat medewerkers geïnteresseerd raken in de verkiezingen van de ondernemingsraad, dan moet er wel wat te kiezen zijn. Zorg er daarom voor dat je als zittende OR de kandidaten stimuleert om met een onderscheidend verhaal te komen. Kandidaten kunnen een bepaald thema kiezen waarmee ze zich kunnen profileren, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van de werkdruk of het verbeteren van de werksfeer, het verbeteren van de relatie tussen management en medewerkers, etc. Kandidaten kunnen zichzelf ook profileren met een bepaalde werkwijze, zoals het meer betrekken van de medewerkers bij medezeggenschap of het willen werken aan een proactieve, gelijkwaardige relatie met de bestuurder, etc. En zo krijgen kandidaten meer kleur en is het onderscheid ook duidelijker. Tip 4. Zorg voor een hoge opkomst. Net als in de politiek is de verkiezing het moment om de ondernemingsraad te profileren. En juist dan kan je uitleggen waarom de OR zo belangrijk is en hoe de ondernemingsraad de medewerkers helpt. Een hoge opkomst is belangrijk voor de legitimiteit van de ondernemingsraad. Vertrouw er in de communicatie rondom de verkiezingen niet te veel op dat medewerkers informatie komen halen. De medewerkers gaan de ondernemingsraad heus niet opzoeken op sociale media zoals Twitter of Facebook of Instagram. En ook het intranet gaat niet heel veel opleveren. Zorg er daarom vooral voor dat je de informatie komt brengen. Ga langs in werkoverleg. Organiseer een speeddate sessie of een debat kort voor de verkiezingen. En iets ludiek zoals een gekkigheidje op het bureau, dat doet het natuurlijk ook altijd goed. Tip 5. Presenteer de OR kort na de verkiezing. Als de verkiezingen voorbij zijn, komt het regelmatig voor dat de medewerkers een lange tijd niets meer van de OR vernemen. En dat kan een wat bekocht gevoel geven. En het is op zich wel logisch. De OR is eerst met zichzelf bezig, elkaar beter leren kennen, de taken en rollen verdelen, het bepalen van prioriteiten en het volgen van een OR-training voor nieuwe ondernemingsraden. Maar dwing jezelf als OR toch om je kort na de verkiezingen te presenteren. Vertel dan wie er in de OR zitten en wat de OR de komende periode van plan is. Een verhaal dat 80% uitgewerkt is, is beter dan geen verhaal. Tot zover mijn tips en hopelijk heb je er wat aan. Wil je meer weten? Kijk dan mijn andere filmpjes of kijk op www.schatteiland.com.